je nou problemen bij zo'n dam vol drugs gebruikt? Nou, zo meeval denk ik. De duiven op de dam, in het hart van Amsterdam. Die vriendjes zijn met iedereen. Ze vliegen af en aan en trekken zich niets aan van al die herrie om hen heen. Of gaat het niet helpen, wij willen in elk geval onze stem laten horen. Want als het zo doorgaat, dan wordt het op een gegeven moment verboden om thee te drinken, weet je wel. Het is een inbreuk op de persoonlijke vrijheid. Is dat niet een beetje overdreven? Nee, vind ik niet. Vind ik niet, want van het een komt het ander. Bijvoorbeeld in Frankrijk zijn paddenstoelen verboden. En daar vallen per jaar 20 à 30 doden door het verkeerde gebruik van paddo's. Hier in Nederland is nog nooit een Nederlander doodgegaan aan het gebruik van paddo's. Zo'n toerist, we kennen allemaal het verhaal wel, die van de brug af is gesprongen. Die heeft de paddo's gewoon gekocht bij een souvenirswinkel. Wist helemaal niet wat ze aan het doen was. Bovendien had ze al eerder een keer zelfmoord geprobeerd te plegen. Maar dat wordt natuurlijk niet vermeld in de media. Maar het valt allemaal wel mee hoor, met die paddo's. Ik ben 22, heb mijn VWO-diploma, heb mijn HBO-diploma en een fulltime baan. En ik heb vaker van de paddo's gesnoept en dat gaat hartstikke goed met mij. Dus. We kunnen wonderen verrichten, kleuren het verlichten, te water en door het vuur gaan. We kunnen niet al wat we doen, voorop. En vooruit gaan. Zo zei het. Het bewustzijn spreekt. Het spreekt tot ieder. Wakker worden. Wakker worden. Dit was het, lieve mensen. Ik ben alleen maar een ervaringsdeskundige. Elk verbod is dom. Ik ben een oude anarchist, verboden te verbieden. Verboden te verbieden. Weg met het straffen. Het straffen is al uit de boos. Ach, God, lieve mensen. Als ik je toch kon vertellen, paddo's zijn goed voor je. Ik vind dat het belangrijk is voor mensen om te weten dat er een ander bewustzijn is dan het dagelijks. Dat mensen zich wel eens kunnen verheffen boven zichzelf uit. Dat ze even een beetje meemaken van die, het grote elan vitaal heet het. Paddo's, marihuana, al die dingen, ze zijn er niet voor niks en ze zijn niet meer uit de wereld te denken. We moeten ermee leven. Dus je neemt gewoon toe een paddo'tje en daar is dan niks. Ja, natuurlijk. Ja, 28 december denk ik wel weer. 28 december? Ja, dat is een mooie dag, ja. Niet alleen de geboortedag van mijn dochter, maar een groot feest. Ja, elk jaar 28 december. Een besloten feest. Zoom, 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 zoom. Keer gebruik nooit geen probleem en voor mijn gevoel kan het gewoon 15, 16 keer worden zonder dat het ooit een probleem wordt. Zou je zo'n verbod er tegenhouden, denk je? Ja, dat wel. Ik ben over het algemeen niet echt blij met allerlei illegaliteit rondom de producten die ik gebruik. Dus, Is er niet wat jong voor paddo's? Nee hoor. Nee hoor. Jongen is aangedaan. Oh, ik kan er niet bij. Nee hoor. Die meneer die gaat ons helemaal verkeerd erop zetten, Jade. Nee hoor. Ik ga even een klein stukje rappen in protest van Red de Paddo. Want ze willen de paddo verbieden en daar ben ik, Shroom, het natuurlijk helemaal niet mee eens. Dus daarom ga ik in protest, weet je. Je had zo van die paddo dat je die zelf hebt genoemd. Ja, zoiets, ja. De Tweede Kamer hallucineert. Ze willen paddo's verboden maken en dat doet ons zeer omdat toeristen het hebben gecombineerd. Met alcohol en zo, natuurlijk gaat dat verkeer niet verslavend of schadelijk. Dus raak ik de Tweede Kamer aan om over te gaan op Job Cohen's 3-dagen-plan. In plaats van het direct te verbieden.
Nou, dat is natuurlijk heel vreemd dat de partij die in God gelooft een plant die door God geschapen is, wil verbieden. Dan weten zij dus blijkbaar beter dan God. Dus als God die planten inderdaad geschapen heeft, die paddenstoelen en al die psychedelische planten, wat ik niet geloof, dan zeg ik, arresteer God, want hij is de grootste drugsfabrikant ter wereld.